Dit zijn de 5 ergste leugens die je je arts kan vertellen. Dit zijn de 5 ergste leugens die je je arts kan vertellen wanneer je geheimen verbergt, symptomen of informatie over je levensstijl achterhoudt, dan kan dit de medische diagnose bemoeilijken. Het is dus belangrijk dat je de waarheid vertelt over je gewoonten en je levensstijl. Lieg jij tegen je arts? Als dat inderdaad zo is, waarom doe je dat? Denk je dat deze leugens jou geen schade kunnen berokkenen? Welke leugens zijn volgens jou het ergst? Als je regelmatig je arts raadpleegt omtrent verschillende zaken, dan kan dit je helpen om problemen in de toekomst te voorkomen en de problemen die je al hebt onder controle te houden. Routinecontroles zijn dus belangrijk om de ontwikkeling van ziekten te voorkomen en te bestrijden. Misschien vind je dit niet te geloven, maar sommige patiënten geven er de voorkeur aan om leugens te vertellen tegen de specialist die zorg draagt voor hun gezondheid. Er zijn gevallen waarin de patiënten pijn verbergen of situaties achterhouden die een risico vormen voor hun gezondheid. Dit doen ze uit schrik om bekritiseerd of veroordeeld te worden. Ze staan er echter niet bij stil dat ze zo de diagnose beïnvloeden. Hun leugens kunnen zelfs een impact hebben op de behandeling van een bepaald probleem. Ontdek wat de ergste leugens zijn die je aan je arts kan vertellen. Dat is belangrijk om te weten, want je moet beseffen dat ze gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid. Ik voel me goed. Een eerste leugen die behoort tot de ergste soort, is dat je aan je arts vertelt dat je je goed voelt terwijl dat niet zo is. Deze zin komt heel veel voor bij mensen die worstelen met een depressie en niet willen erkennen dat ze hulp nodig hebben. Sommige patiënten voelen zich triestig en denken dat dat een probleem is dat een specialist niet kan oplossen. Aanhoudende gevoelens van schuld, wanhoop en irritatie zijn enkele symptomen van depressie en van hormonale problemen die niet altijd vanzelf weer weggaan. Men stelt vast dat deze leugen ook vaak gebruikt wordt bij een andere groep mensen. Personen die een specifieke medische aandoening hebben en de vereiste strikte behandeling niet opvolgen, liegen vaak ook door te zeggen dat ze zich goed voelen. Zelfs als ze wat ongemak ervaren, geven ze er toch de voorkeur aan om te zwijgen, zodat hun arts hen geen uitbrander geeft. Het is echter erg belangrijk dat je aan de arts elke opvallende verandering in je stemming, je gedachten en je gedrag vermeldt. Want het zijn die factoren die je vermogen om goed te functioneren thuis of op het werk beïnvloeden. Vergeet niet dat een bepaald symptoom een verandering kan vereisen in de medicatie, het dieet of de therapie. Lees ook de 3 voornaamste oorzaken van depressie 2. Ik volg een gezond dieet. Dat is een tweede erge leugen. Je liegt tegen je arts over je eetgewoonten. In het algemeen zeggen mensen dat ze minder en gezonder eten dan ze in werkelijkheid doen. Dat is de reden waarom voedingsdeskundigen aanraden om een dagboek bij te houden. Maar wanneer een patiënt deze leugen gebruikt, zal hij meestal ook liegen in het verslag van zijn dagelijkse voeding. Patiënten doen dit hier ook om te vermijden dat ze een standje krijgen van de specialist. Het lijkt misschien een kleine leugen, maar het verhoogt het risico op complicaties.
Bovendien kan het het vooropgestelde doel uitstellen of zelfs tegenhouden. Voorbeelden van doelstellingen zijn gewicht verliezen of het glucosepeil doen dalen. Ik neem mijn medicatie altijd zoals voorgeschreven. Met deze leugen wordt het moeilijk om een aantal chronische aandoeningen onder controle te houden, zoals een hoge bloeddruk, diabetes en astma. Het is erg moeilijk om voor altijd een bepaalde soort medicatie te nemen. Maar als je wil stoppen, kan de arts een voorstel geven hoe je geleidelijk kan stoppen met die medicatie. We weten dat het soms vervelend is om niet te vergeten die ene pil te nemen. Een andere oorzaak kan zijn dat het voor jou eenvoudigweg niet mogelijk is om de voorgeschreven medicatie te kopen en dat je daarom liever liegt. Het is beter om met je arts te praten. Hij of zij kan je helpen om op zoek te gaan naar alternatieven. De arts kan je staaltjes geven die hij rechtstreeks van het laboratorium ontvangt. Hij kan andere medicatie voorschrijven en in plaats van je huidige medicatie, of kiezen voor generische en goedkopere producten. Ik heb alleen seks met mijn partner. Het komt vaak voor dat mensen niet aan de arts zeggen dat ze ontrouw zijn geweest. Dat komt omdat de patiënten vrezen dat de specialist hen zal veroordelen. Onthoud echter dat je arts een persoon is die je volledig kan vertrouwen. Hij of zij is er om jou te helpen, niet om jou te kwetsen. Vergeet niet dat alles wat je zegt onder het beroepsgeheim valt. Maar er is één uitzondering op de regel. Wanneer iemand een seksueel overdraagbare aandoening heeft en de arts weet dat deze patiënt onveilige seks gehad heeft met een andere persoon, die hiervan niet op de hoogte was. In dit geval is de arts verplicht om die persoon te informeren dat zijn of haar gezondheid een ernstig risico loopt. Levensbedreigingen overstijgen altijd de beroepsmatige geheimhoudingsplicht. Vergeet echter niet dat het van levensbelang is dat je op een verantwoordelijke manier omgaat met je eigen gezondheid en die van je partner. Ik drink geen alcohol. Of ik rook niet. Veel mensen zeggen dat ze per dag 2 tot 3 glazen drinken en slechts 1 sigaret roken, terwijl ze in werkelijkheid meer drinken en roken. Als je je in een situatie bevindt waarbij je misschien overmatig alcohol of sigaretten gebruikt, dan kunnen je familieleden de arts helpen om te bepalen of je al of niet een verslaving hebt. Voordat je kwaad wordt of de situatie ontkent, moet je analyseren wat de werkelijkheid is. Overmatig gebruik van alcohol kan lichamelijke, psychologische, sociale en morele gevolgen hebben. Bij gebruik van tabak loop je het risico op verschillende soorten kanker. In beide gevallen maak je het door te liegen over je gebruik van deze producten moeilijk om chronische aandoeningen en hun behandeling onder controle te houden. Als je diabeticus bent, dan zal je glucoseniveau voortdurend veranderen. Bovendien zullen bepaalde soorten medicatie hun doeltreffendheid verliezen en negatieve reacties veroorzaken als je ze combineert met alcohol en/of tabak. Lieg niet tegen je arts, geheimen verbergen of symptomen en informatie over je levensstijl achterhouden kunnen de medische diagnose bemoeilijken. Het is belangrijk dat je de waarheid zegt over je gewoonten en je levensstijl.
Het is heel normaal dat je je wat onwennig en beschaamd voelt om over bepaalde zaken te praten. Misschien ben je bang om bekritiseerd of veroordeeld te worden, maar je arts is er om je te helpen. Wat je zeker wil vermijden, is dat je als gevolg van een leugen last krijgt van een allergische reactie of zelfs van ernstige medische problemen.